Ja, Alex, het is over en uit, denk ik. Ja, goed, Volendam verliert nog wel vandaag ook. Dus iedereen kan van iedereen verliezen, maar dat is vrij cruciaal. We hadden die twee punten zeker nodig. Dan had er alles nog ingezeten. Dat had veel beter geweest natuurlijk. Maar ik denk ook wel dat het dat voorbij is, ja. Als we realistisch zijn, kan je dan zeggen dat het... Mathematisch kan het natuurlijk nog wel. Mathematisch kan het altijd. Ik zeg, iedereen verliest van iedereen. Volendam verliest vandaag ook van Lions. Dus oké, Bocholt is wel weg voor de volgende week tegen Lions. Dus het is natuurlijk tot het laatste moment spannend zijn. Maar we hebben het zelf niet meer in handen. Als we vandaag hadden gewonnen en de volgende twee wedstrijden ook gewonnen, hadden we het zelf in handen gehad. En dat is nu het probleem. We geven het zelf niet meer in handen en dan wordt het moeilijk. Waar lag het aan vandaag? Waar zat het verschil vandaag? Well, goed, ik denk dat vandaag Bocholt iets slimmer gespeeld heeft dan wij. Individueel zijn ze sterk. Ze hebben elkaar goed gevonden. En goed, ons scorend vermogen is al een heel jaar vrij laag. We maken niet veel wedstrijden boven de 25 punten. Verdedigend gaat het wel tot op sommige momenten. Want op plaatsen begin je risico's te nemen. Maar het is vooral aanvallend dat we te veel open kansen missen en te veel technische fouten maken.